Dames en heren, goedenavond. Dit is alweer de vierde uitzending van Tilburg 50 jaar bevrijd. Ook deze uitzending is gemaakt door studenten van de Academie voor Journalistiek en Voorlichting, live vanuit onze studio aan de Groenstraat. Zometeen beginnen we met de Journaal 44, het dagelijkse nieuwsoverzicht van toen. Daarna een documentaire over Frans Grünfeld, die samen met andere Joden 2 jaar lang ondergedoken zat in Tilburg. Verder brengen wij Journaal 94, het dagelijkse verslag van de bevrijdingsfeesten in en rond Tilburg. Na het journaal volgt dan De Pungelaar, een documentaire over 2 smokkelaars en een douanier. Ten slotte natuurlijk de agenda met de evenementen van morgen. Maar we beginnen nu eerst met Journaal 44. We gaan 50 jaar terug in de tijd. Goedenavond, dit is het journaal van 29 oktober 1944. De Tilburgse bevolking is vanmorgen weer massaal de straat op gegaan om uiting te geven van haar enorme vreugde. De indrukwekkende doedelzakband van de Scottish Guards maakte de feestelijkheden om 11 uur compleet. Met een muzikale parade op de markt wilden de Scottish Pipers, het Tilburgse gemeentebestuur en de inwoners bedanken voor de hartelijke ontvangst die de bevrijders gisteren kregen. Onder leiding van de commandant en de tamboer-majoor maakte 56 doedelzakspelers, gesteund door trommelslagers, de toegestroomde menigte wild met traditionele Schotse liederen. Het publiek van duizenden uitzinnige mensen werd door politieagenten in toom gehouden. De Schotse generaal Barbour en burgemeester Van de Mortel bekeken de parade vanaf het balkon van het stadhuis. De Poolse panzerdivisie heeft Breda in het begin van de avond ingenomen en bevrijd. De Poolse divisie, hier geïnspecteerd door generaal Eisenhower, is nu op weg naar Dongen. De Duitsers moesten vandaag eveneens goesprijs geven aan de bevrijders. De Zeeuwse hoofdstad is door de geallieerde troepen onmiddellijk gezuiverd van Duitse soldaten. Restanten van het leger hebben zich teruggetrokken richting Walcheren, het doel van de Engels-Canadese opmars. Volgens de laatste berichten zijn ook Bergen-op-Zoom en Noord-Beverland bevrijd. Ook het Russische leger maakt vorderingen met de bevrijding van Europa. Duitse berichten melden vandaag toenemende druk van het Rode Leger in Letland. En in Oost-Pruisen hebben de Russen hun offensief tijdelijk gestaakt. Het verzet heeft een groot aantal NSB-leden uit hun schuilplaatsen gehaald. Bij de acties zijn ook veel vrouwen opgepakt die met de Duitsers heulden. Verschillende landverraders zijn vandaag te werk gesteld om de onvoorstelbare bende op te ruimen in de gebouwen die de bezetters hebben gebruikt. In de eerste 2 dagen na de bevrijding zijn inmiddels 400 mensen gearresteerd op verdenking van landverraad. Maar de acties dreigen volledig uit de hand te lopen. Op ongegronde beschuldigingen en zonder onderzoek zijn veel mensen opgepakt. Burgemeester Van de Mortel heeft hier tegen maatregelen genomen. Alle getrouwde vrouwen die relaties onderhielden met Duitsers zijn vrijgelaten. De anderen worden nog vastgehouden en waarschijnlijk snel overgebracht naar kamp Vught. Dat is nu ingericht als gevangenkamp voor collaborateurs. Volgens de laatste berichten is de politie de beul van Tilburg Gerrits op het spoor. De laatste dagen zat hij ondergedoken bij Udenhout. Hij is echter nog niet gevonden. Toon Kwak is vanmiddag gehuldigd als held. De Broekhovenaar zorgde er vrijdag voor dat de geallieerde granaatbeschietingen op de Tilburgse binnenstad werden gestaakt. Met een witte vlag in zijn hand waagde Toon Kwak zich achter de Schotse stellingen. Daar vertelde hij de commandant dat de bezetter Tilburg al verlaten had. De onnodige beschietingen konden hierdoor gestopt worden. Meer slachtoffers en vernielingen werden zo voorkomen. De bevrijders konden door deze heldendaad snel de stad binnentrekken. De bevrijding van Tilburg eiste een zware tol. Door de beschietingen zijn 60 mensen om het leven gekomen. De lichamen van de slachtoffers zijn overgebracht naar het Tilburgse ziekenhuis. De Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging hervatte vandaag haar werkzaamheden. Ze riep alle Tilburgse werknemers op eensgezind het bevrijde vaderland weer op te bouwen. Ook kondigde zij aan een nieuwe koers te gaan volgen.
In 1941 werd de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging verboden door de bezetter. Achter het Leipark zijn vandaag 8 geallieerde jagers geland. De vliegtuigen landen op grote stalen matten die ervoor waren neergelegd. De machines zullen van hieruit de geallieerde opmars ondersteunen. De avondklok blijft voorlopig gehandhaafd. Tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends dient iedereen binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Morgen wordt het iets kouder dan vandaag. De gemiddelde temperatuur ligt bij 7 graden. Het wordt bewolkt met hier en daar een bui. De wind is matig tot vrij krachtig, komt uit noordoostelijke richting. Dit was het journaal van 29 oktober 1944. Goedenavond. Twee jaar lang zat Frans Grünfeld met 4 andere Joden ondergedoken in een klein arbeidershuisje aan de Oranjevrijstraatplein nummer 10 in Tilburg. Het gastvrije gezin zorgde ervoor dat de onderduikers zich niet verveelden en dat er in ieder geval eten op tafel kwam. In de documentaire nummer 10 halen Grünfeld en zijn onderduikgezin herinneringen op. Leuke herinneringen, maar ook angstige. Kijkt u naar een documentaire van Lorena Veldhuizen en Justine Marcella. Vijftig jaar geleden moest Frans Grünfeld zich heel stil houden. Samen met 4 andere Joden zat hij ondergedoken. 2 lange jaren in een Tilburgs arbeidershuisje aan het Oranjevrijstaatplein nummer 10. We kregen in augustus 1942 een oproep om ons voor werk in het oosten te melden. En toen zijn wij ondergedoken. Ik kwam op een gegeven ogenblik dan terecht bij een heel akelig adres. Die mensen, dat is dan later gebleken, die deden het zuiver voor het geld. Die probeerden echt zoveel mogelijk geld eruit te slaan. En toen ik daar, 14 dagen denk ik, was. Toen zei die man tegen mij, ik kan van mensen uit Amsterdam een veel groter bedrag krijgen dan ik voor jou krijg. Ik had zelf geen geld, dat werd door een ondergrondse organisatie werd dat betaald. Als jij dat niet ook minstens kunt betalen, moet je maar wat anders zoeken. En dat kon ik uiteraard niet, ik kon niks zoeken. Maar toen heb ik via mensen die ik goed kende en die ik vertrouwde, een briefje, heb ik een briefje gestuurd. Dat ik in moeilijkheden zat, dat ik een ander adres moest hebben. Waar waren uw ouders en uw broers? Ik wist van niemand waar die was. Dat wisten we van elkaar niet, dat mocht natuurlijk ook niet. Dus u was heel ongerust? Ja, ik kreeg wel, zo met tussenpozen van ongeveer 4 weken, kreeg ik wel eens bericht van de een of van de ander via de mensen die bij mijn onderduikouders kwamen met levensmiddelenbonnen en met geld. Die brachten dan wel eens een briefje of een mondelingenboodschap mee. Na veel omzwervingen kwam hij bij de familie De Geest terecht. De 3 zoons waren 5, 8 en 10 jaar aan het eind van de oorlog. Ze wonen nu nog in Tilburg. Hun ouders zijn een paar jaar geleden overleden. Zij wouden dit liever voor zich houden. Ja, voor zich houden. De buurt wist het wel, maar ze traden daar nooit mee op de voorgrond. Waarom niet? Ja, omdat het in hun... in mijn ouders niet in zat om daar mee te koop te lopen. Want verschillende mensen hebben hun aangesproken. Waarom doen jullie nergens geen beroep op? Of in Syrië willen vader en moeder niks van weten. Wat betekent de familie De Geest voor u? Dat was echt iets
heel speciaals. Ik heb het direct gemerkt toen ik van dat nare adres in Eindhoven bij hun kwam. Direct, het was op een februariavond dat ik daar aankwam. Er was zo'n warmte. Ik voelde me daar direct geborgen. En nou, die mensen zijn echt geweldig geweest. Het waren mensen die het echt niet breed hadden. De man was ongeschoold arbeider. Ze moesten echt met kunst en vliegwerk de eindjes aan elkaar houden. Ze hadden nog het pech van die zoon die TB had. Hij zelf was ook niet goed geweest, maar dat is gelukkig weer overgegaan. Ze hadden zorgen genoeg en onder die omstandigheden dus ook nog vreemden hun huis te nemen. Een aantal vreemden met heel goed het besef dat ze daar gevaar bij liepen. Dat is echt iets heel geweldigs. Was u bang in die periode? Er waren een paar benauwde ogenblikken. Waarvan één van die momenten was toen de heer en mevrouw De Geest hun zoontje die in de Klokkenberg in Breda verpleegd werd voor TBC gingen bezoeken en niet terugkwamen. Het werd 's avonds en om 8 uur was sperruur. Dan mocht je niet meer op straat en ze waren er niet. Dus wij zaten met een huis vol onderduikers en toen werden we inderdaad wel benauwd. Want we hadden geen idee wat er aan de hand was. Maar om ongeveer 12 uur 's nachts verschenen ze. En het bleek dat de trein waarin ze gezeten hebben, die was beschoten. En die kon niet verder, dus ze zaten vast. En ze waren met een speciaal verlofpasje dus 's nachts nog van station naar huis gekomen. En het tweede moment was, toen werd er al aangekondigd in de buurt, de Duitsers zijn op komst om inkwartiering te regelen. Iedereen zou inkwartiering krijgen daar in de buurt. En we zagen inderdaad, aan de overkant zagen we Duitsers telkens aan 2 deuren tegelijk bellen. En toen komen ze recht naar ons toe. En wij zijn woonden middenin. En ze kwamen recht naar ons, belden aan en ze konden niet meer in het luik. Dus ze moesten achter in de keuken. Die onderduikers die zaten achter in de keuken en mijn moeder doet de deur open. En die Duitser zegt met hoeveel personen bist u? Ze zegt met 4, komt u erin? Die Duitser komt binnen, ze doet de deur dicht, ze gooit die slaapkamerdeur open. Ze zegt, dit is de slaapkamer van mijn man, die is tuberculoos. Je hebt nog nooit een Duitser zo hard naar buiten zien lopen. Hij is nergens meer geweest op het pleintje. Hij heeft een half uur daar met zijn jas opengestaan in de wind. Hij is nergens meer geweest. Dat was een moment waarop wij toch wel behoorlijk in de rats zaten. Ik wist alleen, als er iets gebeurt, dat mijn ouders mee moesten. Dat was mij verteld. En dan moest ik proberen om weg te komen met hun. Naar een adres. Familie Sporre, Boer Haarwelaan in Eindhoven, achter het Sint-Josef ziekenhuis. Dat weet u nog precies? Ja. Hield u er rekening mee dat er iets met hem kon gebeuren en wat dan? Nee, dat deden we niet. Zo kon je natuurlijk ook niet leven. Elke dag was riskant natuurlijk. Dus dat schakelde je voor je bewustzijn toch uit. Anders zou je het inderdaad niet uitgehouden hebben. Een Joods leven was niet meer mogelijk. Het geloof belijden en kosher eten werd met de dag moeilijker. Bijna alles was voor de Joden verboden. Eigenlijk was hun hele bestaan verboden. Kon u Joodse feestdagen vieren? Nee, dat zat er natuurlijk niet bij. Ik geloof dat we niet eens meer precies wisten wanneer die dagen waren, want we hadden natuurlijk geen Joodse kalender. Nou ben ik van huis uit ook niet orthodox. Dus wij aten niet kosher. Dat kon daar natuurlijk niet, maar op zichzelf zou dat, als dat wel het geval was geweest, ook nog geen probleem geweest zijn. Want ook vrome Joden mogen namelijk in zulke noodsituaties eten wat er te eten is, omdat het dan gaat om je leven te redden. En dan is dat geoorloofd. Vierde u dan wel de christelijke feestdagen? Ja, die vierden we dus mee. En ik herinner me dus dat in 1943, toen er al vrijwel niks meer te eten te krijgen was, mevrouw De Geest ergens een flesje olie had weten te pakken krijgen.
En ze wilden ons trakteren op echte pommes frites. En toen ze ze ging bakken, of toen ze gebakken had, ze heeft ze gebakken, toen waren ze oneetbaar, want het bleek afgewerkte motorolie te zijn. Dat was een klein drama toen. Had u genoeg eten op het onderduikadres? Nou, dat was wel eens moeilijk. Wij hadden extra rantsoenen vanwege de TBC-gevallen in de familie. En die deelden ze. En dan moest ik ook wel eens boodschappen gaan doen. Maar ik had een suikerbonnetje en dat hield ik in mijn hand. Maar als ze er niet om vroegen, gaf ik het niet hoor. Ik heb menige keer heb ik het bonnetje mee teruggebracht. Want er werd te veel gekletst in zo'n winkeltje. En dan hield ik het bonnetje lekker vast. En dan kon ik thuis komen en zeggen, je suiker en bonnetje. Na een onderduikperiode van 2 jaar hoorde Frans Grünfeld dat Eindhoven niet meer bezet was. De bevrijding van Tilburg liet nog op zich wachten. De laatste 2 jaar, de laatste 1,5 jaar, kwam er een kapper. Dat was een kennis van de familie en ze wisten dat die goed was. En die kwam ons, dus zo eens in de 4 weken kwam die ons knippen. En die kwam helemaal opgewonden op de fiets. Die woonde in Broekhoven en die had de Canadezen gezien. En ze kwamen eraan. En het eerste moment geloof je daar nog niet, maar er waren er toch meer mensen in de buurt. Die hadden ook militairen gezien. En nou, toen was het groot feest. We hadden ons in zoverre erop voorbereid dat meneer de Geest, die had uit de fabriek waar hij werkte, de Volt, had hij allerlei houtafval meegebracht, van die kleine ronde klosjes. En die hadden we allemaal in rood, wit en blauw geverfd. Dat was al weken van tevoren. En die gingen we verkopen op de bevrijdingsdag. Dus ook de onderduikers, die gingen de straat ermee op. En nou ja, het was natuurlijk een geweldige belevenis. Ik weet nog heel goed dat toen ik op straat stond, ik het eerste ogenblik duizelig werd. Want ik was zo'n grote ruimte niet meer gewend. Bent u toen bij de familie de Geest gebleven? Ik ben nog maar 1 of 2 dagen daar gebleven. Want toen kwam er uit Eindhoven een kennis van die meneer die er ook ondergedoken was, met een tandem om hem op te halen. Maar die meneer had intussen met een voerman een koets besproken. Koets met paarden die hem naar huis zou brengen met zijn vader. En die zei dus, als jij wilt, ga jij met die tandem terug. Dus toen ben ik inderdaad met de tandem met die meneer teruggereden over het Oorschotse fietspad. En er lagen allemaal van die witte linten. Dat vond ik erg feestelijk. Achteraf heb ik begrepen dat het nog niet van mijne geklaard was. Dus dat we daar door een nog niet schoongemaakt stukje terrein zijn gefietst. Maar het is allemaal goed gegaan. Nou, toen ben ik in Eindhoven, ben ik toen uiteraard mijn familie gaan zoeken. Vond u niet jammer dat al die onderduikers ineens weg waren? Ja, het huis is in één keer leeg dan, hè? Met veel ruimte. Ja. Ja, je mist ineens valt er iets weg, hè? Ja. Ja. Och. Je waart s'avonds de kaarten kwijt en de spelletjes doen, dat was allemaal weg. Alles was weg. Ja. Je hoorde gewoon bij. Ja, maar gewoon kinderen van mijn oude lui. Ja hoor. Die kwamen altijd als er iemand verjaardag was. Dat was best leuk. Ja. Hoe noemden u ze dan? Ik sprak ze altijd aan mijn oom. Ja, ik oom en tantes waren dan. Behalve Frans. Frans was dus altijd nog Frans. Frans was gewoon Frans. Frans Grünfeld werd al snel met zijn familie herenigd. 1 broer keerde nooit terug. 1 broer van mij die was in Frankrijk. Die woonde al lang in Frankrijk. En die was ontkomen naar onbezet gebied in Frankrijk. En we dachten dat hij er veilig was. Maar achteraf is gebleken dat hij als enige van mijn broers in Auschwitz is omgekomen. Wat betekent Bevrijdingsdag nu nog voor u? Toch nog een heleboel. Ieder jaar op 4 mei beleven we toch die 2 minuten stilte mee. En ja, het is toch altijd toch een emotionele avond, moet ik zeggen. En dat betekent nog een heleboel voor me. En de bevrijdingsdag zelf, 5 mei? Ja, 5 mei, dat is een opgewekte, leuke dag. Maar dat vind ik leuk. Maar
ja, het maakt minder emoties los, zou ik gaan zeggen, dan vier meisavonds. Waar denkt u dan aan op vier meisavonds? Ja, uiteraard ook aan mijn broer. Wat betekent 27 oktober voor u, de bevrijding van Tilburg? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar jaren eigenlijk nauwelijks bij stilgestaan heb, omdat ik hier toen niet woonde. En ja, in de rest van het land merk je niks, maar in Tilburg merk je ook niet veel. Op 27 oktober, dat wordt eigenlijk hier ook niet, gebeurt er eigenlijk nauwelijks iets. Dus dat sprak mij minder aan. Ik dacht er wel altijd aan, omdat het namelijk, dat heb ik straks niet gezegd, maar het was namelijk bijna de verjaardag van mevrouw de Geest. Die was 26 oktober jarig. En we hebben allemaal toen de bevrijding toch eraan kwam, hebben we altijd gezegd, misschien een verjaardagscadeautje voor u. En dan nu journaal 94 met Annika Giraud. Goedenavond, dit is het journaal van 29 oktober 1994. Ondanks een overvol programma bracht een aantal veteranen gisterenmiddag een bezoek aan Abdij de Koningshoeve, de plaats waar zij 50 jaar geleden ingekwartierd waren. Na drie kwartier wachten kwamen ze dan eindelijk toch. Een klein deel van de 15e Schotse verkenningstroepen bracht vrijdagmiddag een bezoek aan het klooster Koningshoeve in Tilburg. In februari 1945 kregen de veteranen onderdak van de trappistenmonniken voordat zij verder trokken naar het front. Dom Cyprianus van de Bogaard wachtte hen op. Veteraan Bill Howlett legde het bezoek vast met zijn camera. Mr. Howlett, does the monastery look the same as 50 years ago? Well, not really. To me, now it looks very, very modern now. What do you mean by that? Well, in those days, it just seemed to be so much older. But now, to me, well, it looks new. But of course, it isn't. Yeah, I know it isn't new. Do you recognize any monks that you've seen here? I haven't recognized any monks at the minute. But I only recognize this monk that I've got down here, this fellow, this Father Zimmerman. But of course, he's dead now, I'm afraid. Cyprianus sprak een kort welkomswoord tot de ongeveer 50 veteranen. Dit gebeurde in de grote zaal van het gastenverblijf, waar de Schotten destijds verbleven. Er werd aandachtig geluisterd. Voor een uitgebreide rondleiding door het klooster was helaas geen tijd. Alleen de mouttoren, waar de Schotten eveneens ondergebracht waren, kon nog bezichtigd worden. Hierna was er nog een ontspannend samenzijn in de kantine, waar het trappistenbier al klaar stond. What do you remember the most about this place? I think the most important thing is that I remember it so clearly, because we were here about 2 weeks. It's a very big building, and it's very like what I remember after 50 years. I think I can say, yes, I've been here. I don't remember all the details. I don't remember drinking this beer, strangely enough. What was your function here? Can you tell me that? We were 2 weeks in Tilburg, where we were cleaning our vehicles, our guns, refitting, getting extra ammunition, and getting ready to cross the Maas. And where did you end after you were stationed here? We went across the Maas, through Germany, over the Rhine, and right on up to Lübeck on the Baltic, and then the war was over. Vandaag was er een plechtig eerbetoon aan de Prinses Irene Brigade. Met een speciale mis en kransleggingen herdachten Schotse en Nederlandse oudstrijders hun gevallen kameraden. Vanochtend was er in de Heikense Kerk een ecumenische dienst ter ere van de Prinses Irene Brigade. Ons geschonken vrede, dankzij
zeer grote offers van onze bevrijders. Dit moet en zal 50 jaar herdenken of meer steeds ons moeten blijven inspireren. Na de kerkdienst ging het hele gezelschap naar het bevrijdingsmonument aan de Schouwburgring. Generaal van Bezouw onthulde de nieuwe panelen waarin de namen van de gesneuvelden van de Prinses Irene Brigade zijn gegraveerd. Daarna volgde er een kranslegging. Most of all, it impressed me why the Dutch and the British are so close. One of the reasons is that all the children are looking after our graves, and as they grow up and they get married and have children, that their children look after our graves too. And I thank you from the bottom of my heart for all the love we get from the people of Tilburg. De gezamenlijke Tilburgse gilden sloten de herdenking af met de Vendelgroet. Dit als eerbetoon aan alle oud-strijders. Kransleggingen, taptoes, parades en optochten. We hebben er in de afgelopen dagen heel wat van gezien. Alleen de bevrijdingsluchtshow ontbreekt nog. En die staat voor Tilburg vanmorgen op het programma. Centrum van de activiteiten, de vliegbasis Geelserijen. Geelserijen leek vanmorgen even een geallieerd vliegveld in oorlogstijd. Voormalige militaire vliegtuigen, zoals deze Spitfire, landen om zich voor te bereiden op de bevrijdingsluchtshows van dit weekeinde. Mitchell, een bommenwerper, ooit in Nederlandse dienst. En de Dakota, het werkpaard van de Tweede Wereldoorlog. Hoe voelt het nou om weer eens een toestel te vliegen? Dit is schitterend, hè? Dus Tweede Wereldoorlog. Dus echt nostalgie. Ik vind het echt heel erg mooi. Hoe lang is het geleden dat dit toestel voor het laatst gevlogen heeft? Nou, dit toestel is in 44 gebouwd. En heeft nog tijdens Normandië gevlogen. En heeft op die dag nog een Junkers neergeschoten met Flight Lieutenant Patterson. Hij behoorde toen tot de Nieuw-Zeelandse luchtmacht, ook samen met de Engelsen. En is later in dienst gekomen bij onze Koninklijke Luchtmacht. En heeft tot 52 gevlogen bij 322 schotten. Daarna is hij in vergetelheid geraakt, is in Engeland terecht geraakt. En 3 jaar geleden of 4 jaar geleden als wrak opgekocht door de Dutch Spitfire Flight. En de Dutch Spitfire Flight heeft hem helemaal gerestaureerd. En sinds vorig jaar vliegen wij met dit vliegtuig shows. En zoals u kunt zien, hij is uitgerust in invasiestrepen. Dat zijn de zwart-witte strepen op de romp en op de vleugel. Zodat men elkaar kon herkennen tijdens de invasie. Alle vliegtuigen waren destijds met die strepen uitgerust. En in het kader van de bevrijding van Zuid-Nederland, onder andere Breda en Tilburg, hebben we dus vliegtuigen met die strepen uitgerust. En vliegen wij mee in shows, herdenkingen, om de bevolking eraan te herinneren dat we 50 jaar geleden met deze machine vlogen, onder andere om Nederland te bevrijden. De show boven Breda ging vanmiddag niet door als gevolg van het slechte weer. Morgen een nieuwe kans, dan boven Tilburg.
Op de heuvel staat al de hele week het bevrijdingspaviljoen, waarin een feestelijk programma wordt afgewerkt. Vanmiddag was de tent speciaal voor kinderen gereserveerd. Veel winkelende mensen ontvluchten vandaag de regen om te kijken en luisteren naar optredens van het Tilburgse kinderkoor Tikiko en naar de musicalgroep Booms. In de kelder van Hotel Mercure hield kinderkoor Tikiko de generale repetitie. Wat is het dan? Bij een kinderkoor is het niet zo belangrijk of het fout gaat of goed gaat. Het is het plezier met welke ze zingen. En ik zorg ervoor dat ze met plezier zingen. Dus ze maken ook met plezier fouten. Ik maak daar een kwinkslag van en we gaan door. Krijgen ze niet op een donder straks? Dat hebben ze net misschien hier gehad. En misschien heb je wel een stukje van gehoord. Wat ging er dan fout? Trouwens niet, maar ik moet ze even tot de orde roepen. Als je 140 van die kinderen hier wilt laten optreden, dan moet er even wat tot de orde geroepen worden. Vandaag vertrokken vanuit de Stationsstraat de deelnemers van de optocht Keep Them Rolling. Na 50 jaar trokken de bevrijders in oude voertuigen door het centrum van Tilburg. De bevrijders en de oude voertuigen trokken veel bekijks. Om 3 uur vanmiddag werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de optocht door het centrum. Were you in it 50 years ago? No, I was in the tank car. I'm just getting a ride in this now. Yeah, how do you feel being back after 50 years? Good. All right. Out! Hey, 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 hey. Dit zijn de mensen waar het deze dagen allemaal om draait. Are you liberated, Tilburg? With the coasting guns, with the heavy tanks. Do you recognize something here in the Heuvelstraat? Uh,
Not really, no. It was so many years before I came back, and I'm afraid that it was, it was only a short time we were in for 2 days, and we stayed with some people here. Na de optocht was er een tap toegepland, maar die is in het water gevallen. Daarom traden de bands in het bevrijdingspaviljoen op. Dit was het journaal van 29 oktober 1994. Morgen zijn we bij u terug met een laatste verslag van de bevrijdingsfeesten. Met zakken vol tabak, vloeitjes en textiel op hun rug slopen ze door de bossen. De smokkelaars die door weer en wind hun kostje bij elkaar probeerden te krijgen. Tijdens de bezetting groeide de smokkel naar een nieuw hoogtepunt. Reden was de schaarste aan goederen in zowel België als Nederland. Tot eind jaren 40 bleven de kleine smokkelaars actief. Want ook in de jaren na de bevrijding was er aan van alles een tekort. In de Pungelaar vertellen twee smokkelaars en een douanier over hoe het er in die periode aan toe ging. Een documentaire van Karen Kooijmans, Ilone Leenaerts en Lonneke van der Spek. Ja, men noemde ze het Peperke. Peperke noemen ze men. Ja, ik kon hard lopen. Ik kon lopen aan de naas. Qua watervlug. Nou, ik zat altijd wel in spanning hoor. Van begin tot eind. Regelt in zaten in spanning. Mei 1940. Brabant is bezet. Vanaf het begin van de bezetting neemt de smokkel tussen Nederland en België enorm toe. In Nederland is er onder meer een tekort aan tabak en textiel. En in België is er geen graan. De smokkelaars kennen de grensstreek als geen ander. En in het holst van de nacht slopen ze door de bossen. De smokkelwaar droegen ze in een pungel op hun rug. Een van de pungelaars was de Tilburger Jan Pijpers. Zijn smokkelroutes liepen altijd anders. Hoe lang hij onderweg zou zijn, wist hij dan ook nooit. Nou, dat was ongeregeld. Dat was 2 uur, het was 3 uur. Ja, dat was ongeregeld. Het gebeurde wel dat ik met een route langer mokte. En ene keer langer als een ander. Omdat je dikwijls op een gevaarlijke punt, of dat een dag van tevoren of een paar dagen van tevoren daar, dat ze onder smokkelaars hadden gesprongen en dan ging er weer een andere route fietsen dan. Hè. En dan duurde dat dikwijls veel langer. Verdiende het goed, het smokkelen? Ja, 200 tot 300 gulden per nacht. Hè. En dat was toen veel hoor. Als je rekent dat toen de mensen op een fabriek nog maar misschien een 35, 40 gulden verdienden. Hè. Dus dat was er heel veel. Wat smokkelde u vooral? In de oorlog, ja, was meer tabak, hè. En als ik dan bijvoorbeeld een kilo of 10 had van die losse check die droog was, en ik kwam dan thuis, en dan sprenkel ik die nat, hè. Een liter water, zeg maar, hè. En dat was dan een kilo, hè. En dat bracht dan 100 gulden meer op, hè, die liter water. De Nederlandse douaniers, de commiezen, bleven ook tijdens de oorlog de grenzen bewaken. Maandelijks ging er voor honderdduizenden guldens de grens over. Officieel moesten de commiezen de opgepakte smokkelaars overleveren aan de Sicherheitsdienst. Toch gaven zij zelden gehoor aan dat Duitse bevel, omdat ze wisten dat de smokkelaars naar een concentratiekamp zouden worden gestuurd.
Jelle Zult was commies tijdens de oorlog. Wat voor smokkelaars waren er in die tijd? Kijk, je hebt mensen die zitten in de zwarte handel. Dat is natuurlijk weer een groter probleem. En je hebt mensen die komen echt uit nood. En dat is het probleem waar je mee geconfronteerd werd. De zwarte handel wint het altijd, want die verdienen veel geld en die kunnen meer betalen. Maar ik heb altijd geprobeerd, als het zwarte handel was, om dat rigoureus in beslag te nemen. Als u een smokkelaar pakte, hoe beoordeelde u dan of de smokkelwaar voor eigen gebruik was of voor de zwarte handel? Kijk, als iemand nou 40 kilogram op zijn fiets heeft, dan vond ik dat veel te veel. Want dan heeft hij natuurlijk ook voor de verkoop, hè. Dus het was voor mij moeilijk, maar als ik nou zeker wist dat iemand deed voor zijn eigen behoeften, zou ik maar zeggen, voor zijn levensonderhoud en voor zijn gezin, ja, dan, en ik was alleen, dan deed ik het niet, liet ik me aan. Wat moest u officieel doen van de Duitsers met de smokkelaars die u oppakte? Wij hadden de opdracht dat de smokkelaars moesten dan brengen naar de ziegrijdienst in Achel. Die opdracht hadden wij. Maar ik had het grote voorrecht dat ik geagreerd was door ontvanger om bepaalde boetes te innen en vast te leggen. Dus als er veel smokkelaars dan gepakt werden, kon ik zelf een boete bepalen naar gelang hoeveelheid goederen was enzovoorts. En daar stem ik dan de boete op af. En ik denk dat dat het is, want ze betalen natuurlijk allemaal. En dan gingen ze weg, dan stuurde ik ze weg. Nou, het is afgedaan. De goederen waren natuurlijk wel kwijt, hè. Die werden in beslag genomen. En wat gebeurde er met de buit? Die werd dan eens per maand naar een ontvanger in Valkenswaard gebracht. Dan huurde ik een boer. Die verzorgde het allemaal en dan ging alles op die kar. En met die kar, met paard en wagen, ging ik naar Valkenswaard. En daar ging ik naar de ontvanger en inventariseerde dat verder. En dan later kwam de provinciale voedselcommissaris dat ophalen. Bij de ontvanger. En bleef dat voedsel dan in Nederland of werd dat ook naar Duitsland? Dat weet ik niet. Ze hebben wel eens gesprongen, er was in Alphen, toen droegen we rog. Rog van Gils naar Aarle. En dan weer terugkomen, dan brachten we tabak mee. Maar toen sprongen ze een keer midden in de waai, lagen ze achter een regenput. In de waai is dan zo van die ronde regenputten, dat de koeien drinken. En daar lagen ze achter. Nou, toen waren wij met een man of vier, ook allemaal Gils. En toen moest de vracht weggooien. Dat kon er niet meer lopen met een zak van 25, 30 kilo, dat was te zwaar. Hè? Ja, en dan midden in de waai tussen de pindraad zaten in. Nee, daar was geen ontkomen aan. Dus die gooiden maar gauw weg. Hè? En ertussenuit. Maar ja, ze hadden ons niet, dat was van Amsten. Ik ben het er dus ook niet mee eens als mensen zeggen van een smokkelaar is eigenlijk een crimineel. Nee, hij doet het eerlijk, hè. Het is wel verboden in de wet. Ja, het is verboden vanwege de accijnzen, hè. Daar gaat het allemaal over. De accijns. Ja. Maar u ziet niet in waarom mensen zeggen van dat moet niet kunnen. Nee, daar zie ik niet in. Oktober 44. Tilburg is bevrijd. Jaren van ellende en onzekerheid waren voorbij. Voor het smokkelen maakte dat niet zoveel uit. Nee, dan ging dat gewoon door. Maar het was overal nog wel tekort, hè. Nee, dat ging gewoon door, dat smokkelen. Er werd ook nog van alles nog gesmokkeld. Na de oorlog verdween het bonnensysteem in België sneller dan in Nederland. Dat werkte het smokkelen in de hand. Steeds meer goederen werden door de smokkelaars de grens overgebracht. Ook de houding van de commiezen veranderde op slag.
Hun beleid werd strenger, smokkelen weer misdadig. In deze periode ontstond er een levendige handel in vee. Vele koeien en varkens verwisselden van eigenaar en werden van Nederland naar België gebracht. Sjaak Mulders was zo'n veesmokkelaar. Nou, waar ik nu sta, dat is hier de grens. In dat stooike. Daar is Belgisch en daar is Hollands. En dan verderop, waar je de koeien ziet staan, dan moesten wij vroeger de koeien halen. Maar vroeger, uit ervaring, wist men dan dat er de walen bij konden liggen, bij die koeien. En dan hadden we een grote hond, een Mechelse herder. En voordat we die koeien gingen halen dan, gingen we met die herder alles afzoeken of dat de walen bij lagen. En als dan alles afgezocht was, dan pakten we die koeien. En meestal gingen we met een koeien of 5, 6 naar België. Dus we riskeerden hier niet veel. Want we lagen vlak op de grens. Alleen van de Belgische douane wel. Maar dan moesten we met die koeien, ik denk wel een kilometer of 8 lopen. Dus wij overal door. En dan moesten we door het kanaal. Wij zelf gingen met een bootje door het kanaal. Maar de koeien die kunnen goed zwemmen. Hè? Een koeien kan goed zwemmen. Wat was het verschil tussen het smokkelen in de oorlog en na de bevrijding? Dat kan ik eigenlijk niet goed zeggen. In de oorlog was het eigenlijk het armoede. Hè? En na de oorlog, na de oorlog was het meer om het geld. Hè? Toen kregen we al een klein beetje geld. Hè? En toen was het meer om het geld, dan ging het in het groot. Hè? Maar in de oorlog was het allemaal maar uit de armoede. En wat voor straffen waren er aan het smokkelen verbonden? Dat is verschillend. Dat bepaalt de economische wetgeving. En die straft nogal zwaar. Toen. Bent u ooit gepakt? Ja, één keer. Ik heb toen 4 maanden gehad. En meer zijn ik nooit gepakt. Dat is één keer. Ik heb wel vragen geweest en dat ze zeggen, ga waard. En ik zeg, ja, ik heb het nooit bekend. Ja, ik was het wel, maar ik zei het niet. En ik ben er wel weer gestraft in Bels, maar in Holland heb ik 4 maanden gehad. Maar ja, 4 maanden was nou niet zoveel, hè. Begin jaren 50 is er voor de pungelaars geen werk meer. Ze moeten plaatsmaken voor de grote smokkelbendes die met gepantserde wagens achter het grote geld aangaan. Zijn de pungelaars trots op hun smokkelverleden? Ja. Hoe komt het zo? Ik deed de geren. Ik was toen niet af, 3,24. Ik deed de geren. En dan veel geld verdienen, hè. In dit bos bent u heel veel geweest? Heel veel. Heel veel zelf. Ja. En u komt er nu nog heel veel? Ja. Is dat omdat u toch niet zo heel goed afscheid kunt nemen van uw oude smokkelbestaan? Ja, je hebt hier altijd gekomen van kinds af aan, hè. En daarom, als ik dan ga fietsen of ga brommen, dan rijd ik hier overal door die baan daar en dan... Ja, die kanten van Alphen, dat ik zo weer in Arles uitkom. En dan ga ik daar op gemak, als het goed weer is, een consumptievat op het terras. En dan rijden we weer verder. Tot slot van deze uitzending blikken we nog even vooruit op morgen. In de Heuvelse kerk is om 11:30 een eucharistieviering met La Renaissance en het Heuvels gemengd koor. Rond het middaguur is er, als het weer het toelaat, een luchtshow. Antieke vliegtuigen vliegen dan boven Tilburg en omgeving. Om 12:30 zijn er in het bevrijdingspaviljoen optredens van onder andere de Mental Beds en de Harmony Singers.
Vanaf 2:30 staat de heuvel in het teken van de Schotse Highland Games. Ook de taptoe om 4:30 heeft een Schots karakter. Het bevrijdingsfeest wordt afgesloten op de heuvel. Om 5:30 is daar een officiële sluiting, gevolgd door vuurwerk. Tot zover deze uitzending van Tilburg 50 jaar bevrijd. Morgen zijn we er voor de laatste keer. In onze uitzending hebben we dan uiteraard weer een journaal 44 en een journaal 94, waarin we verslaggeving doen met de afsluiting van de bevrijdingsfeesten. Graag tot morgen. Nog een prettige avond.